Daar zijn we dan weer. Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt. Ja, gisteren de transfer deadline day was het. Hè? Laatste moment om nog spelers te halen. En dat deed NEC dan ook. Ze haalden op het laatste moment nog even die spits. Hè? Sol, wie terugkomt naar Nijmegen. Komen we zo meteen even op. Maar hoe beleefde Rogier Meijer eigenlijk die laatste uurtjes van die transfer day? Ik lag om 9:30 in bed, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen keek jij vanochtend op je telefoon en dacht je, hey, we hebben een spits erbij. Nee, dat wist ik al wel dat het zou komen. Maar de hectiek zit er met name natuurlijk in de directeuren en de mensen die onderhandelen. Wat ik al zeg, Carlos houdt mij op de hoogte. En veel meer kan ik op dat moment ook niet doen. Dus wat ik al zei, ben ik naar bed gegaan en ik wist dat het goed zou komen. Dus dat is een geruststelling. Ja, is de trainer tevreden? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk... hebben we de spitsen erbij gekregen die we al een tijdje wilden. Sinds we weten dat Bas natuurlijk vermoedelijk dit seizoen niet meer gaat terugkomen. Zoeken we nog een spits. Nou, en uiteindelijk hebben we iemand gevonden die heel graag voor NEC wil spelen. En die ook nog aanvullende kwaliteit heeft op hetgeen wat we hebben. Dus ja, dan ben je blij. Ja, maar ik kan me aan de andere kant voorstellen. Je ziet ook een van je beste spelers vertrekken. Nee, klopt. Alleen dat is natuurlijk wel een proces wat iets langer in je hoofd zit dat kan gebeuren. Omdat hij heeft het heel goed gedaan. Nou, dan weet je ook dat clubs eventueel in de winter komen om hem aan te trekken. Ja, op het moment dat er een topclub uit zijn eigen land komt en hij maakt ook kenbaar dat een wens van hem is. Ja, dan hou je er als trainer ook wel een beetje rekening mee. Een recordbedrag. Het ging er al even een tijdje over. Magnus Metsen, zal die blijven? Zal die weggaan? FC Kopenhagen. Uiteindelijk werd de deal beklonken. En is hij vertrokken richting Denemarken? Nou, niet helemaal. Hij zit even in Portugal omdat ze daar op trainingskamp zijn. Maar ja, dat gebeurt heel snel. En heeft een trainer dan nog tijd om afscheid te nemen of iets? Nee, dat laatste. Ik heb hem niet meer gezien. Hij is woensdag aan het eind van de middag volgens mij rondgekomen met de Kopenhagen en de clubs. Dus we hebben elkaar gebeld. Want hij moest de volgende ochtend al in de vliegtuig naar Portugal, want daar zijn ze op trainingskamp. Dus we hebben elkaar niet meer gezien. Nou, zo gaat het ook in het voetbal. Hecht je er vooral niet te veel aan, want ze zijn zo weg. Ja, toch kan me dat voorstellen dat het ook wel iets doet met de groep. Madsen lag lekker, goede speler, vrolijke jongen altijd. Wat voor impact heeft dat dan op de rest van de groep? Dat is altijd wel voelbaar de dag daarna. Hè. Zeker in deze periode is er gewoon best wel wat meer onrust om spelers die zouden gaan of zouden komen. Daar heb je het met elkaar even donderdag over. Van het kan best als een teleurstelling voelen dat jouw speler met een hoog rendement op dit moment weggaat. Alleen ja, dat is ook voetbal en daar hebben we zelf allemaal eens in die situatie gezeten. Ja, wij hebben alleen invloed op wat we doen op het veld en daar moeten we ons op focussen. En gisteravond was hij dan daar. Sol keert terug naar NEC, speelde al in de jeugd hier en is weer terug in Nijmegen. Yes, zo voelt het zeker inderdaad, welkom terug. Aantal jaren inderdaad geleden dat ik hier niet terug ben, maar ja, fantastisch hier weer te zijn. Op het veld trainen waar ik als jongen altijd kwam kijken, dus geweldig. Wanneer heeft NEC jou eigenlijk benaderd? Ja, er was wel wat contact de afgelopen weken. Dus mijn zaakwaarnemer zei ja, er is contact. En ik zei ja, als NEC komt dan wil ik gelijk gaan. Dan hoef ik ook geen andere aanbiedingen meer te horen eigenlijk. En toen gisteravond heel laat, rond 9:30 ongeveer, kreeg ik het bevestigende belletje. We zijn rond, stap de auto in. Alleen de elektrische auto van Go Ahead Eagles wilde niet echt meewerken. Dus ik moest op de snelweg nog even opladen. Dus het duurde allemaal wel wat langer dan gepland. Maar eindgoed al goed. En blij dat ik hier heb kunnen tekenen. Ja, je hoefde er dus niet lang over na te denken. Wat maakt het dan dat je zei van nou, als NEC komt dan wil ik gewoon terug? Ja, toch wel denk ik ergens een bewijsdrang. Ik bedoel, ik heb hier nooit uiteindelijk in het eerste kunnen spelen. Iedereen wil dat natuurlijk die hier in de jeugd speelt. Dus nu voelde het uiteindelijk alsof ik dichtbij zat en dat ik die kans nu kon krijgen. Dus ik wilde graag gaan mezelf en iedereen bewijzen dat ik Nijmegenaar ben, maar ook gewoon echt NEC'er en daarom ook voor deze club wil spelen. Je was natuurlijk bij Go Ahead niet de eerste spits. Hier moet je het ook opnemen weer tegen een eerste spits. Klopt. Hoe vind je dat? Niet erg. Ja, ik ben het nu gewend inmiddels. Einde van de eerste seizoen zelf kreeg ik toen wel mijn kans uiteindelijk in de basis. Maar ja, na de winter werd er toch al tegen me gezegd van ja, je hebt een aflopend contract. Dus we willen nu iemand met een doorlopend contract toch een kans geven. En ja, hoe de gesprekken hier waren leek het er gewoon meer op van we willen de beste laten spelen vanaf het begin. En er zijn gewoon duidelijke plannen natuurlijk voor de club. Iedereen wil die play-offs halen. En
goed resultaat in de beker. Dus ik denk dat plannen heel duidelijk zijn en ja, vandaar ook die keus. Hey, en als invaller heb je al vaak het net weten te raken, dus dat is ook wel mooi. Dat hebben we hier ook nog gezien, maar dat was wel dus in het verkeerde shirt nu. Klopt, toen nog wel inderdaad. Ja, daarna slecht gedekt, dus ik gaf jullie de goal, ik gaf de goal terug. Nee, maar inderdaad, ja, hier gescoord, dat was al voor mij een hele... Was dat niet raar voor jou? Was het niet raar? Ja, wel raar, maar ook tegelijkertijd iets moois, want ik wilde altijd ooit hier scoren. Ik had niet verwacht dat het ooit bij de tegenstander zijn, maar ik wilde gewoon überhaupt in de Goffert scoren. Dus voor mijzelf was dat heel mooi, maar nu als het goed is in het goede shirt en tegen alle tegenstanders in de gang komen. Tot zover de NEC-update van deze week. Meer video's die vind je onder andere op mijn Instagram en op TikTok, NEC.update. Daar vind je wat uitgebreidere video's en meer reacties rondom de transferperiode. Zaterdag om 9 uur wordt er afgetrapt in de Goffert. Radio kun je alles volgen. Hè? En dan zijn we speciaal op de blindentribune erbij. Dat signaal zullen we doorzetten. Dus je gaat het meemaken hoe dat dan allemaal klinkt. Omdat die 10 jaar jubileum hebben. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe NEC-update. Update. Ik zeg graag tot dan.